het voorstel voor de vaststelling van de programmabegroting 2025. Waarbij de Raad een aantal zaken wordt voorgesteld en worden vastgesteld. Ik wil u voorstellen om te beginnen met de algemene beschouwingen van ongeveer 5 minuten per fractie, waarin de fracties aangeven hoe men tegen de begroting aankijkt en waarop men eventueel wil amenderen of moties in wil dienen. Tijdens de algemene beschouwingen vinden geen interrupties plaats. En na de eerste ronde denk ik dat we aardig tegen de lunchtijd aan zullen zitten, dat we dan schorsen en dan beginnen we na de lunch met een reactie van het college. Financieel hebben we de zaken goed op orde in onze gemeente. Een sluitende begroting voor 2025 en zoals het er nu naar uitziet ook een sluitend meerjarenperspectief. Dit in tegenstelling tot vele andere gemeenten die de lasten voor hun inwoners fors moeten verhogen. In plaats daarvan kunnen wij nog investeren in onderwijshuisvesting, verkeersveiligheid en woningbouw. Voor ons ligt de programmabegroting 2025. En ieder die hieraan heeft medegewerkt, hartelijk dank, met name ook de ambtelijke organisatie. 2025 wordt in meerdere opzichten een opmerkelijk jaar. Allereerst viert de Rooms-Katholieke Kerk dat 2025 een jubeljaar is. Een jaar uitgeroepen tot een jaar van hoop voor de wereld die leidt onder de gevolgen van oorlog, de aanhoudende effecten van de COVID-19-pandemie en de klimaatcrisis. 2025, een jaar waarin we de vlam van hoop die ons is gegeven moeten aanwakkeren en iedereen helpen met nieuwe kracht en zekerheid. Gemeentebegroting waar donkere wolken boven samenpakken. Onder andere door bezuinigingen en kabinetsplannen die boven de markt hangen. Ondanks dat schrijft deze begroting nog steeds zwarte cijfers. En dat is iets om trots op te zijn. Boskloperij is niet zo'n ding, niet zo ons ding. Het is immers een van de hoofdzonden, maar als gemeente, als coalitie, mogen we trots zijn op deze begroting.